Binnen het moderne Montessori VMBO gaan we met de leerlingen op zoek naar wat ze willen en wat ze kunnen. In klas 1 en 2 gaan we op zoek naar talenten en interesses van leerlingen. In klas 3 en 4 gaan leerlingen zich oriënteren op verschillende beroepswerelden. Tijdens loopbaangesprekken bespreekt de leerling keuzes met zijn mentor of coach. Leerlingen kunnen iedere 10 weken voor één van die beroepswerelden kiezen. Je kunt bijvoorbeeld een keuze maken in de richting van welzijn en zorg. Het betekent dat je dan graag met mensen wilt werken. Je voelt je helemaal op je plek als je mensen er beter verzorgd uit kunt laten zien. Behalve de kapper kennen we natuurlijk ook de manicure en de schoonheidsspecialisten. Allemaal beroepen waarbij je het uiterlijk van de mensen onder handen neemt. Nou, het is leuk om mensen blij te maken. En het is gewoon leuk om met uiterlijke verzorging te werken en met nagels. Niet meer deze kant op, jullie ook. Niet meer af, de afgestaan. Sport- en spelleider bij een vereniging in jouw woonplaats. Wat is er leuker dan mensen van jong tot oud te laten bewegen en ze hier plezier aan te laten beleven? Je bent sociaal bezig. Het is leuk, het is spannend. Je bent met verschillende sporten bezig. Dus je hebt eigenlijk veel keuzes. We worden steeds ouder. Dat betekent ook dat er steeds meer mensen komen die op latere leeftijd onze hulp en zorg nodig hebben. Talent en toewijding zijn dan begrippen die je nodig hebt om je werk optimaal te kunnen doen. Los van actieve sportbeoefening biedt de sportwereld een veelheid aan mogelijkheden om er te werken. Instructeurs, coaches, trainers doen er alles aan om sporters voor te bereiden op het leveren van topprestaties. Heel anders is de wereld van de veiligheid. Je kunt er vele kanten op, maar daarvoor moet je wel beschikken over de juiste karaktereigenschappen en de nodige vaardigheden. Het met succes blussen van een brand of mensen uit een autovrak knippen leer je niet in een middagje. Wie kent de horeca niet? Gezellige kroegjes, eetcafetjes en restaurants. Jouw kookkunsten tot uiting laten komen en jouw gasten een smakelijke avond bezorgen. Voor gastheerschap en culinair moet je wel in de wieg gelegd zijn. Per slotverrekening werk je op momenten dat andere mensen vrij zijn. Dat ik zelf dingen kan bedenken en gewoon dingen kan maken voor later. Lijkt me wel leuk. In de beroepswereld mens en techniek kunnen leerlingen kennis en vaardigheden opdoen met het installeren van sanitair en op het gebied van elektro. Ja, je bent bezig met je handen en ja, dat is toch wel iets wat ik leuk vind. Jij werkt graag met hout en bent creatief? Je wilt ook graag beter leren schetsen en tekenen? Zo kun je kiezen voor hout- en meubelverbindingen, design en decoratie of installeren en monteren. Het is altijd handig als je aan je eigen brommer of scooter kunt sleutelen. De school biedt ruimte om ook dat aspect van de techniek te onderzoeken. Ook de vraag van de klant is hierbij belangrijk. Servicegerichtheid koppelen aan technische vaardigheden. Het leuke ervan is dat je iedere dag andere werkzaamheden hebt en het is heel afwisselend. Ja, het is echt een boeiend vak. De beroepswereld van evenementen en organisatie is een heel afwisselende wereld. Bij het op rolletjes laten verlopen van een evenement komt heel wat kijken. Niet alleen het boeken van artiesten of het in goede banen leiden van de publieke belangstelling. Ook achter de schermen is er altijd veel werk te doen dat vaak al lang van tevoren begint. Dat vraagt om een goede en professionele organisatie waarbij heldere communicatie en een strakke planning van groot belang zijn. Vormgeving is tegenwoordig bijna onlosmakelijk verbonden met de computer. In het beginstadium zal de vormgever misschien nog een potlood gebruiken, maar al gauw zal zijn werk verder worden uitgevoerd met digitale technieken. Hij maakt daarbij ook dankbaar gebruik van alle mogelijkheden die de fotografie hem kan bieden. Ik vind het vooral leuk om creatief te zijn, iets te maken, iets moois te maken en iets waar de klant ook van zegt van ja, daar gaan we mee verder.